superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Coke TV Kicks, waarin we mensen zoals misschien wel jou verrassen met een wens. Vandaag Amber. Amber is 15 en een enorm goede zwemster. Ze is 13 uur aan het trainen in het bad, 2,5 uur aan het trainen op het land, 2 uur in de gym aan het trainen, dat is zelfs meer dan ik. En dat allemaal met die ene droom om de Olympische Spelen te gaan halen. En nou heb ik iets bedacht voor haar, want ik denk dat ze wel echt heel erg vet gaat vinden. Zij gaat zwemmen vandaag met de enige echte Sebastiaan Verschuren. Hij heeft aan 2 Olympische Spelen meegedaan. Hij heeft een EK gewonnen en hij is gewoon ongelooflijk goede zwemmer geweest. Ze werkt hier bij de Martinez Bonbons Chocolaterie. En ik ga haar zo meteen verrassen. Alhoewel ik nog één dingetje anders ga doen. Dit is een beetje saai om haar zo te verrassen. Kleed me even om, even geduld. En dan ben ik zo bij jullie terug. Ik ben er helemaal klaar voor, Amber. Here I come. Hallo! Denk ik. Ik ben Merel van Coke TV en ik ben eigenlijk op zoek naar Amber. Meen je niet? Ja. Het ruikt hier heel erg lekker naar chocola. Dat is haar. Hallo! Jij bent Amber. Ja. Ik ben Merel van Coke TV. Hoi. Wat is dit nou, zou je denken? Ja. Maar volgens mij heb je wel iets met zwemmen. Ja. Toch? Dan hebben we sowieso de goede te pakken. Aan jou de vraag. Heb je zin om te stoppen met werken vandaag en een hele dag met mij op pad te gaan? Niet. Het wordt heel erg leuk, kan ik je beloven. Maar wat precies de verrassing is, dat hou ik nog heel even geheim. Maar ik beloof je dat je een topdag gaat krijgen. Oké. Okay. Ja? Ja. Yes! Let's go! Maar goed, Amber, je had er heel veel zin in en nu? Dat ik zei dat het ongeveer 20 minuten rijden was. Zij zei, oh, dan gaan we naar het zandpark. Want je bent wel goed, maar toch weet je nog niet precies wat we gaan doen. Nee. Nou, nee, dat kan ook niet. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Jij denkt natuurlijk, wat gaan we in hemelsnaam doen? Dit is Sebastiaan Verschuren. Hoi, Amber. Ja, dan ga je van blozen, hè? Nou, maar net. Ja. Maar goed, je kent hem natuurlijk. Je hebt meegedaan aan 2 Olympische Spelen. Winnaar op het EK geweest. Ik ben in Londen ben ik geweest te spelen. En in Rio. Na Rio gestopt. Ja, nu ben ik wel wat training aan het geven. Ik vind het heel leuk om jou vandaag een uurtje een training te geven. Maar het is wel een droom voor jou, hè, om ook ooit op de Olympische Spelen te staan. Ja. Dus vandaag heb je alle kans op wat je maar ook te vragen hebt over professioneel zwemmen. Jij weet er alles van. De rest van de dag laat ik jullie gewoon met z'n tweetjes doen en laten we jullie willen. En het is natuurlijk wel heel erg leuk als we op het einde van de dag even een wedstrijdje kunnen zwemmen. Alright dames, nou ik wil eigenlijk eerst wel gewoon zien wat jullie. Nou, dus. Wat jullie kunnen. Dus we hebben eerst even 4 baantjes heel rustig. 4? Oké, Merel doet de 2, Amber doet de 4. Ah! Ja. Nou, dat valt niet tegen. Nou. Zo, valt wel mee toch? Waarmee ik wil beginnen is eigenlijk de absolute basis. En dat is, hoe wil je in het water liggen? Uiteindelijk wil je in het water liggen zo hoog als je kan, zo lang als je kan. Amber, zou jij 1 afzetstroomlijn voor kunnen doen? Je ziet eigenlijk bij Amber dat ze hier afzet, zonder verder iets te doen, komt ze nou, bij het trapje van 2 uit. Kun jij dit eens nadoen, Merel? Dat is helemaal niet slecht. Wat we doen met borstel eigenlijk altijd, typeren een beetje 3 type zwemmers. Je hebt zwemmer 1, die heeft zwemmen een keertje gezien hier zo bij het baan zwemmen. En die gaat dan zijn armen door het water heen wachten. Zwemmer 2, die heeft op tv een keer zwemmen gezien. Die op hoog tempo, dus die denkt, oké, dan moet ik dus gewoon mijn handen heen en weer doen. Die noemen we de molen. En zwemmer 3 is eigenlijk als je echt een beetje naar voren aan het zwemmen bent. Dus als je naar voren aan het glijden bent. Probeer met die gedachte eens 1 maandje te zwemmen.
Veel beter, hè? Oké, Amber, voor jou. Wat je doet, is je hand is zo, er komt water komt er zo tegenaan. Nadeel ervan is dat je letterlijk water weg aan het drukken bent. Op het moment dat je dit doet, en je doet dit, en je gaat trekken, dan trek je dit stukje water naar achter. Op het moment dat je hierheen gaat en vervolgens daarin gaat, dan heb je in één keer dit hele vlak wat je kan verplaatsen. Dat wil je uiteindelijk zoveel mogelijk wegduwen. Wat we gaan doen, we gaan deze net tussen je benen, net boven die knieën. Het enige wat ik wil dat je doet, is aan de voorkant achtjes maken met je handen. Je hebt je duim een beetje bij je navel en je drukt naar buiten toe, naast je lichaam. Dit is wel een leuke, dit is een duo opdracht. Amber, jij begint en Merel, jij pakt de enkels vast. En Amber, het enige wat je doet is voorskullen. Oh, ik ging echt alle kanten op, man. Ik wil mijn vlinderslag zien doen, maar ik denk niet dat ik dat kan. Ja? Ja. Kom eraan. Ik ben bang dat ik het zo meteen eruit moet halen. Hey, zwem 1 voor 1, 2 banen borstcrawl. Wat ik vandaag wil doen, even onder water opnemen. En dan kunnen we op de tv dan gelijk terugzien. Misschien ook wel leuk om jullie dan een klein beetje liken van wat is nou een hele goede borstcrawl en waar zitten de verbeterpunten. Nou, kom er even bij. Ik vind het wel enigszins gestroomlijnd uit. Ik ook. Je ligt eigenlijk best wel hoog aan het water. Waar we altijd naar kijken is je lijn. Je wil zo horizontaal mogelijk aan het water zijn. Zeg maar de lijn van het puntje van je vinger tot het puntje van je teen. Wat bij jou heel erg is, is je kan veel meer nog roteren. Maar als je dan ademt, helemaal... zie je wat ik bedoel, dan ga je inderdaad, dan trek je jezelf helemaal op het water uit. Ja. Je hebt 1 keer geademd. Ja, we dus je ziet... klinken. Ja, je hebt wel flink geademd, ja. Nou, Amber. Mooi. Ja, je ziet hier dat Amber heel recht in het water ligt. Dat is heel horizontaal. Je hebt mooie hoge elleboog. Waar we heel erg op letten is die hoge elleboog. Gaat nu echt wel heel erg goed. Ik heb een beetje het idee dat je best wel wijd zit hier. Eigenlijk wil je van voor onder je schouder door. Ja. Details. Nou, ja, ik ben wel klaar. Ik heb al deze tips natuurlijk zwaar in me opgenomen. Ik ben wel klaar om jullie te verslaan, eerlijk gezegd. Ik en Sebastian gaan tegen elkaar. En de winnaar? Nou, wie zou er winnen? Die mag tegen jou, ja. Ik doe ook mijn best. Hij doet ook maar zijn best. Ik snap dat je dat zegt, maar dat kan je ook. Ik sta erbij. Ja. Op uw plaatsen. Ja! Mijn start was niet lekker. Ik merkte dat ik mijn handen, zoals hij al had uitgelegd, zo had. In plaats van zo is toch die paar honderd. Dit is echt beslist op de laatste meter, denk ik. Ja, ongelooflijk. Ja, dan moet het jou toch lukken. Hier zijn een beloofde chocolaatje onder een shot verloren. Oh, dat heb ik wel nodig hoor, want ik ben er helemaal van slag. Ik wil niet je verdriet weggeten. Ja? Dan geef mij er ook maar eentje dan. Nee, jij moet nog winnen. Je mag dit nog niet. Wil je er nog meer? Nou, lekker. Ik heb verloren, ik drijf echt keihard af, maar nu is het aan jou om een beetje de eer te redden. Ik ga nog heel eventjes de laatste 5-10 minuten gebruik maken om nog even die laatste tip door te nemen. Dan ga ik nog heel eventjes bijkomen en dan gaan we zo beginnen met de finale des finales. Oké? Okay? Ja. Goed. Zij zijn natuurlijk even die tips aan het doorspreken nu, maar kijk, Sebastian is Olympisch zwemmer, Amber is pas 15 en gaat ooit de Olympische Spelen halen, maar dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Dus ik ga heel even wat dingen zoeken om wat roet in het eten bij Sebastian te gooien. Misschien spring ik zelf wel gewoon bovenop, Amber moet winnen. Ja, ga maar even door. Het komt helemaal goed. Maak hem maar niet terug. Alright, ik heb nog 1 laatste dingetje om jullie even extra te motiveren. Als je wint, spring ik van de 10 meter. Zijn jullie klaar voor? Zeker. Go! Die aan de overkant. Ja, hè? Ja. En toen dacht ik, hier dat laatste stukje, ik pak je nog. Krijg ik die even op mijn hoofd. Ja, toen was het echt klaar. Ben je blij? Ja. Maar je moet nog even zo'n 10 meter, hè? Oh, god.
Hoi, ja, ik merk echt dat ik... Het is anders, hè, hier? Ik was net heel blij dat je had gewonnen, maar nu weet ik het niet meer. Als je kijkt, dan gaat het leven echt zo voorbij. Mijn leven voorbij. Nou, dat is echt super. Je leven schiet zo voor je ogen voorbij. Top advies dit. Okay, ja, maar ik denk als ik het heb gedaan, dat ik echt super dan ben je wel, ja. Daar doe ik het om. Daar doe ik het om. Nou, het was echt waar genoegen om met jullie deze dag door te mogen brengen. Ik heb er erg van genoten. Jij hebt gewoon van een Olympisch zwemmer gewonnen. Daar ben ik ook heel erg blij mee, denk ik. En rest ons nog maar één ding. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Subscribe op het kanaal. En als je echt niks meer wilt missen, zorg dan even dat je op het belletje drukt, want er staan meteen de notificaties aan.